Oh, Noor, gaat hij toch nooit redden? Oh nee, gaat hij gelanceerd worden? You just can't be the win, mother... Oh, oh! No, I got it! Wow! Wat is up mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer kijken naar de ziekste momenten in Fall Guys. En we zijn alweer aangekomen bij aflevering 7. Origin, en let's go! Gaat ze nu ook weer zo'n gekke ninja jump doen? What, sorry? Oh, ze moet nu gaan! Ja, oeh, dit? Did you just see what I said? Ik snap niet hoe mensen dit kunnen. En dan ben ik zo'n guy die letterlijk niet eens op tijd over zo'n bal kan springen. Verschil moet er wezen. Alweer een finale battle. Ze blijven maar komen, mensen. Het is Cap, let gewoon super rustig spelen. Oh, 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 ze komen allemaal bij elkaar. Oh. Wow. Maar niemand is nog steeds dood. Oh, wacht, er zijn nog 3 mensen over in totaal. Oh, maak daar 2 van. Oh, shit, hey, this guy. Hij snijdt hem net op tijd af. Oh, dit. Oké, dan. Was even spannend, maar zijn rustig spel heeft uiteindelijk beloond. Alweer een finale spel. Zo, we zitten vandaag wel... Oh. Naar de finale spellen te kijken, wilde ik zeggen. Maar deze guy gaat duidelijk niet meer winnen. Oh. Het is een... sinaasappel. Iedereen gaat fout hebben. Ik heb het gevoel. Ja. Te veel mensen staan bij elkaar. Oh, wow. What? Hij wilde eigenlijk al naar de goede springen, maar iedereen blokkeerde hem. En toen sprong hij ons nog met een soort stuitereffect of zo. Geluk gehad. Veel geluk. Oh mijn god, wat doet deze guy? Deze guy gaat achteruit spelen. Oh mijn god, als hij dit wint, hè, dan is hij echt een pro. Nee, maar dat kan niet. Yo, ik kan dit niet eens winnen als ik vooruit kijk. Besef deze guy. Hij wint ook gewoon. Of hij heeft superveel skill, of hij heeft gewoon puur geluk. In een combinatie van beide. Oh, hij is ook nog eerste geworden. Wat een bullshit. Wat? Oh, wat is dit dan? Finale spel. Oh, wat doet hij? Oh, wauw. Hij heeft zoveel geluk. Hij fokte zichzelf bijna op. Oh, wauw. Eerst had hij geluk, daarna ongeluk. Oh, wat gebeurt hier? Oh mijn god, hij zit vast. Zo, dat is zuur. Hij blijft ook vastzitten. Nee. Oh, wat? Ik heb dat ding nog nooit zo lang zien draaien. Wauw, hij kon niet spelen. Normaal zien we altijd super veel geluk op dat level. Iedereen wordt net gered of zo. Deze guy had juist super veel ongeluk. Nee, waarom kies je dat platform? Of nou, misschien. Oh. Hij had wel de juiste keuze gemaakt. Yo, ik neem mijn woorden terug. Ik verlies altijd. Jij niet. Hey, gefeliciteerd. Hij wil de strategie doen dat hij helemaal naar beneden gaat. Ik kan nu al zeggen dat dit fout zal gaan. Oh, hij doet toch niet de tactiek? Ah, man. Holy shit, ik zie nu al hoeveel chaos dit gaat zijn. Oh, nee, toch. Wat? Oeh, tomaatje. Lucky play. Hele lucky play. Wat? Het meest interessante vond ik zijn stem nog. Oké. Oh, waarom pakt hij die staart niet? Wat doet hij? Hoezo pakt hij geen staart? Mensen staan letterlijk stil. Wauw, en dan helemaal het einde pakt hij er nog één. Maar jullie zagen wat ik zag, toch? Hij liep letterlijk langs iemand met een staart. Nee. Oh, deze guy heeft ook maar 9 seconden. Oh, Noor, dan gaat hij toch nooit redden? Oh, nee, gaat hij gelanceerd worden? Wow. Hij had echt geluk dat hij precies daar werd gelanceerd. En dat die guy uitgleed. Oh, het chaos level. Oh, dit ziet er niet zo chaos uit. Wacht, wat gebeurt er? Ik zag het niet eens. Die wil ik even opnieuw zien. Oké, hier gebeurt het, hè. Wat gebeurt er? Hij springt. Oh, hij werd geduwd. Huh? Ja, dat is zuur. Oh, gaat hij hem pakken. Wauw. Grootste faal ooit. Niet eens close. Oh, dan gaan ze weer. Patatje, coole skin. Zo, hij doet dit smooth. Hij doet dit heel smooth. Oh, maar nu gaat hij het opfokken. Nee. Ja, daar ging je patatje. Holy shit. Check die scores. Iedereen staat super dicht bij elkaar. Oh nee, Blauw gaat verliezen. Zo, ze hebben gelukt. Iedereen staat gelijk. Bro, wat doe jij? Nou, had je wel geluk mee. 3-5. Gaan ze weer overtime krijgen? Oh, wow. Hij had hem echt net op tijd. Bro, ik neem mijn woorden terug. Je deed wel iets. Zo. Een gouden. Oh mijn god. Ja. Was het geen gouden? Wat een bullshit. Hij pakte die gouden niet eens. Was die pakte, heeft hij gewonnen. Ja, nu is het klaar. Nu is het gewoon klaar. Die gouden heeft het andere team opgefokt. Finale battle. Wow, ze deden dit. Oh mijn god.
Hij heeft nog gewonnen, though. Hij heeft nog gewonnen. Maar ze deden deze finale maar met 3 mensen, zag ik. Oh, wat gaat deze guy doen? Oh, nee, hij redt het net niet. Ja, ik wist het. Ik zag hem al. Oh, bro, ren voor je leven. Nee, wat doe je? Oh, dit is wel spannend, hoor. Ik denk, hij moet nu alles gaan halen. Hij haalt nu alles sowieso. Maar hij kan niet wachten. Als je wacht, dan ben je af. Oh mijn god, stel je voor, hè. Hij wordt op het einde helemaal pas gekild. Dat zou nog zuurder zijn, eigenlijk. Nou, maar, oké, hij komt er, hij komt er. Haalt hij het gewoon? Nee, hij haalt het gewoon. Nice. Gaat hij voor de ultieme tactiek? Nee, dat doet hij niet. Oké. Of toch wel? Oh, oh. Oh, oké. Ik weet niet of dat gepland was, maar toch cool uit. Oh, wat is dit? Oh, oh, oh. Nee. Wauw. Wauw, wauw. Hoeveel ongeluk wil je hebben? Oh. Deze guy doet het niet expres. Hij deed niet expres, maar hij overleefde het wel. Dat soort momenten vind ik veel spectaculairder als ze het niet expres doen. Oké, wat doet deze guy? Oh, hij wil afsnijden. Oh, oh, huh. Maar kan je dan nog? Nee, oh, hij zit vast. Nou, de rest doet het wel. Oh, hij hangt nog, oké. Wauw, oh, wat een flikker. Oh, hij komt gewoon terug. Oh, nee, oké. Daar gaat hij, hoor. Let's go. Oh, nee, nee, bro. Shit, man. Oh, deze guy is wel strijder, man. Hey, hij was wel strijder. Oké, wat gaan we hier zien? Oké, okay, die was mis. Ze moeten nu scoren. Team geel moet nu... Of nee, team blauw moet nu scoren. Wauw. Wauw. Ze hadden die overtime wel snel geklaard, ja. Gaan ze weer, hoor. Memory. Deze guy gaat sowieso als enige goed hebben. Ik zie het al, of niet? Hij gaat helemaal de andere kant op. Hij gaat echt als enige goed hebben. Yo, ja. Dan ben je door. Dan heb je gewonnen. Ja, hij gaat ook direct door naar het winnaarscherm. Banana water. Let's go. Oh. Wauw, zijn dit letterlijk 5 hackers bij elkaar? Wauw. Dat heb ik nog nooit gezien. Wow, en over hackers gesproken. Hoi, ik ben trouwens Han weer uit de toekomst. Daarom heb ik andere kleding aan. Maar er zijn genoeg andere mensen die in het echt je data willen hacken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan openbare wifi netwerken. Terwijl je aan het reizen bent. Maar gelukkig heb ik hier de oplossing voor. En dat is namelijk NordVPN. Deze video wordt trouwens ook gesponsord door hun, dus thanks. Han 2 krijgt doekoe. Hun link staat in de beschrijving. Maar een VPN, even heel simpel uitgelegd. Het beveiligt je internetconnectie, zodat je veilig en privé op het internet kunt zitten. En NordVPN is gekozen als beste VPN van 2020. Maar het beschermt dus je data voor hackers. En het heeft nog meer handige functies. En één daarvan is dat je zelf kunt kiezen uit welk land jouw verbinding komt. Dus als er bijvoorbeeld een serie is op Netflix die je alleen in Amerika kunt bekijken. Pauw! Met NordVPN kan je hem alsnog in Nederland bekijken. Dat doe je dus gewoon alsof je uit Amerika komt. Heb je hier nou interesse in? Ga dan naar nordvpn.com/han2. En gebruik de code HAN2 voor 68% korting op een 2-jaar plan. En je krijgt er nog gratis een maand bij. Terug naar jou, oude Hanwee. Oké, deze guy moet nog 50 seconden overleven. Zo, maar iedereen aast natuurlijk op hem. Oh, bijna. Shit, man. Gaat hij hem nu nog terugpakken? Nee, toch? Oh mijn god, hij kan het. Jawel, hij kan het wel redden. Wauw. Hij verloor hem vlak bij het einde, maar pakt hem precies op het einde nog terug. Deze guy gaat er nu afleuren, denk ik. Oh nee, toch niet. Ik had het fout. Oh, gaat hij speedrunnen? Oh, nee. Dat is geen speedrun. Wat gaat er deze keer gebeuren? Gaat iemand falen? Gaat iemand een rechte lijn ontdekken? Of gaat iemand in één keer goed springen? Ik gok in één keer goed springen. Of is het... Huh? Hij springt in één keer goed met de rechte lijn. Wauw, het was gewoon weer een rechte lijn. Wat is dit voor bullshit? Oh, hij zit helemaal rechts op het pad. Oh mijn god. Huh? Huh? Zo, hij heeft geluk daarmee? Wat was dat? Het pad zit gewoon helemaal rechts en dan rechtdoor, mensen. Oh. Hij had het sowieso nog, toch? Ja, ook echt als laatste. Dat ene moment heeft hem serieus gered. Nee, er is niet zo'n guy die expres... Oh, toch wel. Ja, dat heb je dus eerder gezien. Een keer was iemand ook al binnen in dit rad. Maar deze guy respawnt gewoon. Oké, heel veel geluk. En dan gaan ze hoor. Rechtpad. Nee, geen rechtpad. Maar hij gaat wel één keer ontdekken. Maar dit clipje, het is nu allemaal hetzelfde, mensen. We hebben het allemaal gezien. Ze ontdekken het gewoon in één keer. Hij gokt wel goed. Oké, damn. Oké, nice. Oh. Wat doet hij? Nee, wauw. Ja, dat is heel zuur. De finale battle. Gaat iedereen weer in één keer geswiped worden? Zo, zijn er nog wat veel over? Oké, dan. Nou, gaat lekker tot nu toe. Oh, huh? Werd je nou geslaagd? Doe je het anders weer? Blijf rustig, niet spacen.
Hij gaat toch ook niet weer daar bovenop belanden? Oké. Het gaat nog goed. 8 seconden. Oh! Oké, hij redt het. Oh, nee, wat doe je? Nee! Hij gaat er bovenop belanden. Ik weet het gewoon. Ja, ik wist het. Yep. Maar ja, goed mensen. Dat was het eigenlijk weer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Joep.